Ik was er altijd mee bezig. Ik was alleen maar bezig met wanneer kan ik weer mijn volgende dosis nemen. Um, ik ga ook trillen als ik het niet nam. Ik werd er angstig van. De nu 33-jarige René Kelder was jarenlang verslaafd aan GHB. Op haar 18e kreeg ze het voor het eerst van een huisgenootje. En al heel snel voelde ik het effect. En dat is gewoon dat je je meteen geweldig gaat voelen. Super zelfverzekerd. Uh, enorme verhalen ga je, je vertellen. Uh, ja, ik dacht alleen maar, dit wil ik altijd. GHB blijkt ontzettend verslavend. Um, maar het is ook nog eens heel erg moeilijk om van die verslaving uh, af te kikken. Um, en dan zien wij dus ook veel patiënten uh, zeer geregeld terug. Ook René deed er lang over voordat ze met GHB kon stoppen. Terwijl ze gewoon haar studie volgde en werkte, was ze ondertussen ruim zes jaar verslaafd. Ik was best wel een beetje onzeker. En als je dan denkt zo van oké, okay, dus die zelfverzekerdheid zit gewoon in een. In een reageerbuisje. En ik kan dat nemen wanneer ik wil. En dan kan ik me zo goed voelen. Waarom zou ik het dan niet doen? Maar GHB is levensgevaarlijk. Veel gebruikers maken het zelf. Maar dat kan zo misgaan. Met één milliliter te veel kan dat al resulteren in een overdosering. En dan zien wij dus vaak patiënten die in coma binnenkomen. En als je coma ontwikkelt en je ligt ergens thuis of op straat op je rug en je tong zakt in je keel, dan kun je daaraan overlijden. Toen Hond Flip in haar leven kwam, besloot de nee dat het zo niet langer meer kon en ging afkikken. Ik werd enorm uh, psychotisch, ik kwam in een delier, zoals je dat noemt. Dus ik zag het bloed van de muren afkomen, ik wist niet meer dat ik ik was, zeg maar. Letterlijk de hel. Ook geestelijk moest de nee jaren herstellen. Maar inmiddels gaat het weer goed met haar en is ze moeder van een dochter. Dat heeft mij uiteindelijk acht jaar van mijn leven gekost, al met al. Zo zonde.